Beste ASVGL vrienden en sympathisanten, ik wens jullie in naam van het ganse bestuur het allerbeste voor het nieuwe jaar. In de eerste plaats een goede gezondheid, maar ook dat we samen terug veel plezier mogen beleven op de leunen. Het voorbije jaar waren uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden en ik wil dan ook als voorzitter een bijzonder woord van dank richten aan alle medewerkers, vrijwilligers, supporters en sponsors die onze club trouw gebleven zijn. We werken momenteel hard om ASV op termijn terug te brengen waar we thuis horen, namelijk in Eerste Nationale. Zoals het altijd al geweest is, maar nu meer dan ooit, zal het slagen afhangen van jullie medewerking. Ik hoop dus jullie allen te mogen verwelkomen zodra alles terug van start gaat. Een prettig einde jaar, allemaal samen in onze bubbel. Hallo Zotte, ik wens je een gelukkig, maar vooral een gezond 2021. En denk eraan, ook jullie gedrag zal bepalen als we elkaar snel terugzien op de leunen, zodat we samen aan de ingeslagen weg kunnen verder bouwen. Tot snel. Beste ASVGL supporters, 2020 was een vervelend jaar voor iedereen. Ondanks een moeilijke periode is de club toch overeind gebleven. Dat wil zeggen dat ASVGL meer dan alleen een voetbalclub is. Ik wil dan ook iedereen bedanken die onze club het afgelopen jaar zo gesteund heeft. 2021 staat voor de deur en gaat veel positiefs brengen. We hebben veel nieuwe doelstellingen die ervoor gaan zorgen dat de club terug gaat spelen op het niveau waar ze thuis hoort. Hopelijk kunnen we deze doelstellingen samen met de supporters verwezenlijken. Bij deze, geniet van het einde jaar, mijn beste wensen voor 2021, hou het gezond en hopelijk zien we elkaar snel op de leunen. 2020 was een lastig jaar met heel veel beperkingen. Daarom moet ik onze supporters bedanken voor hun steun. 2021 is een nieuw jaar met nieuwe kansen. ASVGL wil knallen, samen met een schitterende achterban. Allemaal samen! Hallo beste ASV-sympathisanten. Eerst en vooral de beste wensen en hopelijk brengt het nieuwe jaar veel goeds voor jullie. 2020 was geen gemakkelijk jaar. Naast de gezondheidscrisis was er ook de terugzetting van ASV naar Eerste Provinciaal. Desondanks heb ik nog nooit zo'n groot supportersaantallen in het stadion van de Leunen gezien. Hopelijk wordt 2021 wel ons jaar en kunnen we dat samen met jullie beleven. Voor al de mensen die begaan zijn met ASVGL, een fantastisch nieuwjaar gewenst. Prettige feestdagen, maak er het beste van. En ik weet het, we hebben een moeilijk jaar achter de rug, maar geloof me, er komen betere tijden aan en als we in februari de competitie terug kunnen hervatten, gaan we er een ferm lap op geven en we pakken gewoon die titel in Eerste Provinciale. See you on the leunen! Allemaal samen! Oh ja! Beste supporters, sympathisanten, medewerkers, vrijwilligers, maar zeker ook sponsors / partners. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het jaar 2020, een zeer bijzonder jaar. Zowel sportief als naast het veld. Maar dankzij onze voorzitter Benny Hoebrechts hebben we wel enig perspectief naar de toekomst toe. En dat is uiteraard ook mede dankzij jullie engagement. En dat is heel fijn om te weten dat we terug kunnen bouwen aan de wederopstanding van de Vergoeder in Geel. En telkens met het nodige respect naar de historie en ons allen 395. Ik zou zeggen, ik wens jullie allemaal een veilig en vooral gezond 2021 en een fijn 2021 toe uiteraard. En ik hoop jullie allemaal snel weer te zien op de leunen. Allemaal samen. School. Hey Zotte, Wouter Luiks hier van ASVGL. Ik wil jullie allemaal een gezond en een gelukkig 2021 toewensen en jullie bedanken voor jullie steun het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen we er snel allemaal samen terug een lap op geven. Wens alle supporters van ASVGL een gelukkig, sportief en gezond 2021. Allemaal samen. Proost.